Wow, deze is gruwelijk, man. Hoi, ik ben Boy, de experimenteerexpert van Quest Junior. En Philip, die had vandaag voor mij een vraag. Hij vroeg zich namelijk af hoe een lavalamp werkt en of je er zelf een kan maken. Nou, Philip, dat vind ik dus een wijs leuke vraag. Ik heb hier namelijk zo'n ding en die dingen zijn lijp. Dus ik wil heel graag even uitleggen hoe die werkt en ik kan laten zien dat je er ook zelf een kan maken. Let's go! En volgens mij is lava gesmolten steen. Easy. Ga ik even regelen. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nooit niet werken, niet? Maar er zit namelijk ook helemaal geen lava in een lavalamp. Gelukkig heb ik een andere manier om een lavalamp te maken. Wat heb je nodig? Heel simpel. Glaasje water, beetje olie en zout. En om het leuker te maken, kan je ook nog verschillende kleurstoffen maken. Bijvoorbeeld van stoepkrijt. Of even je moeders keukenkastje opentrekken en allerlei kruiden eruit jatten. Let op. Heel simpel. Het water in een glas. En daarop doe je een laagje olie. Dan ga je zien dat die olie, die drijft naar de bovenkant. Zie je dat? En dat komt omdat olie een lagere dichtheid heeft dan water. Dus ik heb nu twee lagen gecreëerd. En let op wat er nu gebeurt. Als ik zout hierop gooi, dan heb ik eigenlijk al meteen een soort lavalamp. Kijk, en je ziet dus dat zout, dat kleeft aan de olie en trekt als het naar beneden valt, de olie naar beneden. Maar ja, die olie was lichter dan water en die wil weer omhoog. Die laat dus langzaam los, net als in een lavalamp. Oké, nou dat was wel heel erg easy natuurlijk. We kunnen dit heel makkelijk wat kleurrijker maken. En het water kleuren, dat is makkelijk. Daar gooi je gewoon limonade in. Maar ik wil eigenlijk de olie kleuren. En dat is moeilijker, want dan moet ik een stofje vinden wat niet in water oplost, maar wel in olie. Nou, ik heb eventjes bij mama door het keukenkastje gescharreld. En bijvoorbeeld dit gevonden, kurkuma. Lekker wat van dit spul, ruikt ook lekker. En die olie wordt er knalgeel van. Even roeren. Nou, water erbij. 1, 2. Hoppa. Wow. Beetje zout erbij. Hoppa. Wacht, het is natuurlijk veel leuker als we even een lampje erbij pakken. Yeah. Je eigen lavalamp, jongens. En nou heb ik ook bijvoorbeeld eventjes een ander kleurtje gemaakt. Als je namelijk stoepkrijt pakt, dan kan je olie in alle soorten kleurtjes maken. Het is heel simpel. Stoepkrijt raspen. Even lekker roeren. En blauwe lavalamp. Zie je dat verschillende dingen een verschillend effect kunnen hebben? Ga dus vooral lekker experimenteren. Goed, al die kleurtjes zijn leuk. Ik had al even een rode gemaakt. Of eigenlijk ja, meer een roze. Framboosroze. Wow, deze is gruwelijk, man. Nou, ik ga nog even een paar kilo extra zout halen. Ik ga dit de hele avond doen, denk ik. Oké, jongens, alles is vetter als het veel groter is. Dus, ik vond die gele het mooist. Dik veel olie met gele kleurstof. En een veel grotere bak. Opschalen maar. Oh, yeah. Dit is nu al vet. Dikke vette grote lavalamp. Oké, je kan dus zelf hele vette lavalampen bouwen. Maar Philip wil ook nog even weten hoe een echte lavalamp nou precies werkte. Nou, Philip, ik zal het je uitleggen. Wat je hier omhoog en naar beneden ziet gaan, is ook een soort vet. Maar dit vet is in normale toestand ietsje zwaarder dan water. Het zal dus op de bodem gaan liggen. Hieronder zit echter een lampje. Dat lampje genereert warmte. En die warmte, die verwarmt het vet wat dus onderin ligt. Dat vet gaat door die warmte uitzetten en wordt op dat moment lichter dan water. En daar gaat hij. Ja hoor.
Hij stijgt op. Doe het. Yes. Bovenin wordt het weer kouder, want hier is geen lampje om het te verwarmen. En dan zal hij weer gaan zakken. Maar vond jij dit nou een vet experiment? Schrijf die dan even in de comments. Doe een duimpje omhoog. Abonneer je op dit kanaal. Zie ik je volgende week. Later.